Dag wijnvrienden, welkom in mijn wijngaard, alhoewel technisch gezien is het niet echt een wijngaard meer. Je ziet dat ik alle bind- en steunmateriaal weggedaan heb, de palen zijn weg, de stokjes die toch gegroeid zijn, staan hier ook nog en ik heb een drastische beslissing genomen. Ik heb een paar drastische beslissingen genomen. Ik heb beslist om de wijngaard volledig opnieuw aan te leggen, met als reden dat de grond eigenlijk te gecompacteerd is na de kraanwerken. Hier centraal op dit stuk zijn bijna geen stokken opgekomen. Verder tegen de muur zijn wel stokken opgekomen, dat is waar dat die kraan niet gereden heeft. Dat verhaal kennen jullie al uit de vorige video's. Ik heb hier ook een gat gemaakt, sorry, maar dat is filmen. Dus ik ga hier, iemand laten diepgronden. Dus de bodem wordt hier op tussen de 60 en de 80 centimeter diep bewerkt met een diepgronder. Ik heb hier een gat gemaakt om te kijken wat het waterstandniveau is. Je ziet dat die nu nog redelijk hoog staat. Het heeft de voorbije dagen aardig wat geregend. En de populieren moeten ook nog weg eerst. Dus dat hoop ik in de komende weken, want daar gaan zich vogeltjes beginnen in nesten. En dat zou jammer zijn dat we dat dan verstoren. Dus dat diepgronden, dat zal dan ook moeten gebeuren als de grond een beetje droger is. Je ziet, daar tegen de muur heb ik alle plantstokken en alle palen gezet. Het is ook gebleken dat de kastanjepalen, dat we dat ook niet meer gaan doen. Want sommige waren nu al een beetje aan het opteren en een beetje rot. En als je er dan heel hard zit aan te trekken, dan kraken ze uiteindelijk. De robinjapalen zijn excellent gelukt, dat is een succes en het is ook mooi, hè, mooier dan die ijzerenpalen, dus die robinjapalen ga ik zeker weer integreren. De draden, Sarah, je mag eens komen. Mijn vrouw heeft mij daarbij geholpen, we hebben alle draden, dus dat is meer dan 2 kilometer draad, die hier in de wijngaard hing, hebben we allemaal losgemaakt en we hebben die dan ook genummerd. Dit is bijvoorbeeld van rij 4, draad 4, Sarah, mag dat eens filmen? Dus ik heb overal van die sleufetiketjes rondgedaan, die ze ook wel eens bij het plantgoed doen. Zodanig dat ik de draden dan ook allemaal terug kan gaan bevestigen. Maar, ik heb nog iets beslist en ik hoop dat de wind niet te veel in mijn microfoon zit. Ik heb beslist om mijn wijngaard uit te breiden. Dus bij het slechte nieuws dat we hier eigenlijk een jaartje verliezen, dus deze stokjes zijn wel goed opgekomen hier allemaal, dit is Gewürztraminer, heb ik een beslissing genomen om deze 3 rijen door te trekken naar het einde van de tuin. Je mag eens filmen, Sarah. Dus deze 3 rijen, hier komen nog 14 stokken bij, deze 3 rijen. En dan op het einde, waar nu die fruitboompjes staan, die fruitboompjes verhuizen naar de scheidingslijn waar de populieren stonden. Want de overheid, de lokale overheid, heeft mij een vergunning gegeven, een kapvergunning, om deze populieren te verwijderen omdat ze te oud zijn en een gevaar vormen voor onder andere mijn ACD-tuinsterren. Dus dat is gevaarlijk. Maar ze hebben wel een voorwaarde gesteld dat ik nieuwe bomen aanplant. En dat worden dan eigenlijk deze laagstam fruitboompjes die hier staan verhuizen naar de scheidingslijn. Ik hoop dat die jongens hier binnenkort om mogen. Je ziet dat die oud zijn en dat die ook rotten van binnenin. Daar zitten hele grote groeven in. En daar begint er echt wel schimmelvorming op te treden. En die bomen zijn helemaal niet goed. Maar dat zorgt ervoor, als deze fruitboompjes verdwijnen, dat ik ook nog deze rij kan verlengen. En dat hier nog, ik zal het eens afstappen, want dat is 1,80 meter. 1, 2, 3 rijen wijnstokken kunnen bijkomen van rond de 28, 26 stokken. Ik moet daar een klein beetje opletten van mijn watervoorziening. Daar zit een tuinslang en een paal en zo, dat ik daar niet tegen zit. Maar dat wil zeggen dat ik van 192 stokken naar 345 ongeveer kan gaan. Dus dat is het goede nieuws. Maar dat zal wel nog wat werk vragen. Nog een beslissing die ik genomen heb. Ik zal je nog eens de soorten opzommen die ik oorspronkelijk geplant heb. Dat is Gewürztraminer, Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Noir, Souvenir Gris, Monarch, Regent, Rondo, Solaris, Muscaris,
Johan Itter. En de laatste rij hier, dat was Cabernet Cortis. Het goede nieuws is dat we dat een klein beetje gaan inperken. Klein beetje inperken. Ik ga in wit voor een hoofd... Allez, voor een hoofd cuvée, hoofdvinificatie, ga ik Chardonnay nemen. Dus ik ga daar hier 88 stokken van aanplanten. En voor rood ga ik een blend maken van 4 soorten. Dat zijn ook 4 piwis. Dat zijn hybride rassen, schimmeltolerante of ziektetolerante rassen. Je mag niet zeggen resistent, want dat zijn ze uiteindelijk niet volledig. En dat is Cabernet Cortis, Divico, Prior en Pinotin. En met die wijnen zou ik graag een barriquewijn maken. Er komen houten vaatjes van 100 liter en van 60 liter. Eikenvaatjes die komen ook in de webwinkel van Moestuinweetjes en van Wijnbouwweetjes. In de loop van de komende maanden. En daarmee, niet dat ik ze al heel snel zal nodig hebben natuurlijk, want als ik hier nog moet aanplanten, dan duurt het wel nog even. Maar ik heb ook een wijnhaartje in Waregem waar nog wat Regent en Pinot Noir staat en ik al een aantal experimenten kan doen. Dus hier komen 5 hoofdcepages over 350 stokken verdeeld. En ik heb me toch wel de vrijheid genomen om een klein één rij of twee rijen proefwijnhaart aan te leggen. En daar komen dan alle andere soorten. Puur om te weten hoe de stokken groeien, om advies te kunnen geven, onder andere aan jullie. Zo, het ogenblik dat hier nog iets verandert in de wijnhaard, hou ik jullie zeker op de hoogte. We gaan nog heel veel werk hebben, maar goed, buitenwerken is nu toch eenmaal het leukste wat ik doe. En ik hou jullie op de hoogte. Tot de volgende keer, bye.